De ontmaskering van de mainstream media en van de overheid. Kais, daar wil ik het even met jullie over hebben. Ik ben gisteren op mijn eerste demonstratie in Nederland, echt demonstratie ooit geweest. Demonstratie klinkt al negatief. Ik wilde eigenlijk al het woord al bijna niet gebruiken. Maar toen ben ik eens gaan nadenken van, jeetje, dat demonstreren is dus iets raars of iets viezigs geworden. Terwijl, wat is er raar of niet goed aan opkomen voor je vrijheid, voor je vrijheden of voor je ideale wereldbeeld of voor wat je ook nastreeft? Dat is denk ik iets heel moois. En dat we er zo'n negatieve idee bij hebben, is denk ik al iets heel gek. Zouden we goed over moeten nadenken. Anyway, ik was op het Museumplein bij een demonstratie die opkomt voor onze vrijheden. En het was echt een hele positieve bijeenkomst met positieve mensen die echt, nou ja, de sprekers ook, naar een streven naar een betere wereld en echt opkomen voor onze vrijheden, want daar worden we inmiddels natuurlijk behoorlijk in beperkt. En ik denk dat er 2.000 tot 3.000 man aanwezig waren met stippen op de grond over het hele Museumplein, waar je dan op kon staan. En mensen hielden zich daar echt aan. En eigenlijk de hele dag. En de politie was natuurlijk al vroeg bij. En de politie kwam al heel vroeg al naar tijdens een spreker moest dan het podium opgelopen worden om toch echt te verkondigen dat mensen afstand moesten houden. Dat is natuurlijk al een beetje, nou ja, machtsvertoning of zo. Maar goed, uiteindelijk de hele dag super vredelievend verlopen. En we gingen achteraf nog chillen met wat mensen thuis. En toen zag ik het bericht in het Parool. En daarna eigenlijk van heel veel andere media ook. Over dat de demonstratie vroegtijdig zou zijn afgebroken omdat mensen zich niet aan de maatregelen hielden. Ik kan je vertellen, daar is niets van waar. Mensen hebben zich de hele dag goed aan de maatregelen gehouden. De demonstratie zat tot 6 uur, hij is langer doorgegaan zelfs. En op het allerlaatste is er een nummer van Bob Marley opgezet en daar gingen mensen op afstand op dansen. En dat mocht niet van de politie. En toen, nou ja, is dat nummer afgezet en toen is ook de demonstratie gestopt, want die was al over tijd. En uiteindelijk is natuurlijk het bericht door gemeente Amsterdam naar buiten gebracht. En daar is de media opgedoken. Dus waarom wil de gemeente Amsterdam het op zo'n manier framen? Alsof het lijkt dat daar alles uit de hand gelopen is. En waarom springt de media daar volle bak op? Allemaal. En verkondigen ze allemaal hetzelfde bericht zonder ook maar enigszins te checken. Of aanwezig te zijn op de dag. Mensen wisten dat die demonstratie zou plaatsvinden. En ik vind het zo onwijs shocking. Omdat dit is dus hoe er gehandeld wordt anno 2020. En van dit soort kanalen krijgen wij dus het nieuws binnen. Het is zo geframed. Ik ben erbij geweest. Ik heb alles gezien wat er die dag heeft plaatsgevonden. En ik zie dus hoe erg het geframed is en hoe er niet naar waarheid is gehandeld door eerst de gemeente en daardoor de media. Shocking. En het moet gedeeld worden en we moeten het zien. Zo steekt dus onze wereld nu in elkaar. Peace. Mens onterend met de kwetsbaren om te gaan onder het mom dat er in Rotterdam een scanauto rondreed om met infrarood te controleren of mensen wel voldoende afstand hielden, was voor mij de druppel. Alsof ik ontwaakte uit de dino's dat wij als koeien in een wei zijn gezet die mogen grazen binnen het afgebakende terrein, terwijl met groot geschut hekken van schrikdraad om ons heen worden gebouwd. Niet elke koe hoeft onder hoogspanning te staan om te voelen waar het gevaar dreigt. Ongemerkt schuifelt men al grazend naar het midden van de wei om zich op de middenstip vrij te wanen. Maar aan de randen voel je de macht. Dat is bullshit. Want die vrijheid beperkt zich tot het narratief van de overheid. En dat wordt gezien, Rutte. Dat wordt gemerkt. Stap uit de carousel en kijk voorbij corona. Want alle feiten liggen al lang en breed op tafel. Het is geen killervirus. Het is een van de ziektes die wij mensen kunnen krijgen. En als je er vroeg bij bent, is er een medicijn beschikbaar en voorkom je lange termijn klachten. Thank you.
Lieve mensen, vecht voor elkaar en buig alleen voor liefde.